Hoeveel is er nu al teruggehaald? Dat weten we nog niet precies. We weten in ieder geval, het is allemaal elektronisch, banken die kunnen dat toch zo zien. Ja, we weten in ieder geval dat alle betalingen zijn teruggedraaid. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld ongeoorloofd rood stond en dat geld op je rekening. En dan kunnen wij er niet meer aankomen. Kan je het nu ook niet terugboeken? Dan kun je het niet terugboeken. En Noord-Zuid-Mijnlijn meer nodig om failliet te gaan op deze manier, denk ik. Want dit bedrag kun je dus twee keer een nieuw stedelijk museum aanleggen. En dat heeft de gemeente in één keer laten afschrijven. En ook nog zonder dat we doorhebben, want de gemeente is erachter gekomen omdat mensen zijn gaan bellen. Dus hoe heeft dit fout kunnen gaan? Weet u dat al? We hebben vandaag een extern onderzoek aangekondigd, want ik wil precies weten waarom dat is. Want laten we wel wezen. Het duurt ook weer weken, maanden, et cetera. We willen toch, dat kun je toch nu, binnen een paar dagen kan je dat toch uitzoeken? Het is toch code rood? Dat moet je toch nu weten? Daarom, maar wat ik in ieder geval wil hebben, is dat er een onafhankelijk iemand is die dat bepaalt. Het is onvoorstelbaar en hij heeft ondertussen is er een extern onderzoek aangekondigd. Het lijkt alsof hij intern niet weet wat er nou mis is. Geeft hij ook nog wat meer geld dan uit? Dat kost ook nog geld, maar ook, ik wil gewoon weten, wat is er misgegaan? Dat geld is van de gemeente en dat geld moet terug naar de gemeente. Is dat ook zo? Is het ook van de gemeente? Want als ik iets overmaak naar een rekeningnummer wat ik fout doe, dan, ben ik overgeleverd aan de gratie van de ontvanger om het terug te halen. Nee, het is van de gemeente. Wij hebben een advocaat gevraagd hoe dat nou precies zit en of dat mag. En daaruit blijkt van, op het moment dat het rekeningnummer en de naam van de persoon klopt, dan is het gewoon een normale overboeking. En dan moet je eigenlijk die persoon gewoon terugvragen om het terug te storten. En dan kan je dat niet op deze manier terughalen. Dus de bewering van Pieter Hilhorst. Het is niet van hun, we kunnen het gaan terugvoeren. Dat is eigenlijk onjuist. Ja. Dat u nog kunt glimlachen als u nu nog steeds niet weet wat de schade is. Nou, ik glimlach niet omdat het niet ernstig is. Iemand zei tegen mij, 30-40% moet je wel rekenen dat je kwijt bent. Nou, dat gaat om flinke bedragen. Dan heeft Pieter Hilhorst toch wel echt een heel serieus probleem. Is het exit Hilhorst? Nou, ik denk wel dat het een flinke gele kaart is voor Hilhorst. Als u eruit moet, dan is er nog genoeg geld voor wachtgeld? Daar zou ik het laatste zijn waar ik mee bezig ben. Komende woensdag gaan wij vanuit de oppositie in Amsterdam vragen aan wethouder Hilhorst wat er mis is gegaan. En dan verwacht ik een degelijk antwoord. Dan is het PD. Dan is het PD.